Ja, ik weet dat zij mij willen, maar ja, meer kan ik er niet over zeggen. Waarom kan je er niet meer over zeggen? Omdat ik er niet meer over weet. Hoe weet je het? Van je zaak waarnemen? Ja, en ik heb gehoord dat ze een bod hebben gedaan bij de club, maar dat ADO er niet op in is gegaan, dus dan hoeven we er ook niet verder over te praten. Wat vind je ervan dat een Duitse club in de tweede Bundesliga een bod voor iets meer dan 1 miljoen op jou gedaan heeft? Nou ja, het is wel... het is naar mij eigenlijk een soort waardering dat ik het goed doe. En dat zo'n club, ik vind veel geld voor mij op tafel wil leggen. Dus, maar ja, voor de rest... Gaat je hoofd dan op hol als je zoiets leest of iets hoort? Nee, ik ben een nuchtere jongen, dus ik kan er wel mee omgaan. Maar wat is dan je eerste reactie? Leuk of... Ja, het is, ja, wat ik zeg, het is leuk dat er interesse in je is, maar ja, ik ga er niet anders van spelen of doen. Sta je ervoor open? Nou ja, ik heb aangegeven dat ik het nou hartstikke naar mijn zin heb bij ADO en tot ik niet weg hoef. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat dat financieel wel heel aantrekkelijk is als je 3 of 4 keer meer gaat verdienen. Ja, zeker, maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Het antwoord van ADO Den Haag was dat je niet te koop bent. Streelt dat je? Nou ja, ze geeft wel aan dat ze me niet graag kwijt willen. Maar ik hoop ook dat ze dan naar mij toe komen om over een nieuw contract te praten. Maar dat is niet aan mij. Want je zou graag willen openbreken en verlengen? Ja, dat heb ik aangegeven. Maar ze hebben naar mij tegen mij gezegd dat ze de noodzaak niet zo van inzien. Dus, maar dat is toch logisch, want je ligt nog 3 jaar onder contract? Ja, dat is de beslissing van de club. Dus... Maar je zou wat meer waardering willen hebben. Ja, dat wil denk ik iedere speler. Maar ik denk dat ik het goed heb gedaan. En dat ze naar de buitenwereld allemaal zeggen dat ik een belangrijke speler voor ADO ben. Dus nou, dan had ik gehoopt dat ze naar mij ook toe die waardering hadden uitgesproken. Maar wat ik al zeg, dat is aan de club, is niet aan mij. Nou ja, goed, jij bent degene waar het over gaat. Jij kan aangeven wat je vindt. Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar zij hebben een andere mening. Dus. Vind je het vervelend dat daar niet naar geluisterd wordt? Ja, kijk... Ik vind het wel jammer, maar ja, het is niet aan mij. Dat de club bepaalt wat ze met mijn contract doen. En als ze zeggen, ja, je hebt nog 1 jaar plus 2 jaar optie, dan is dat gewoon zo. Dus dan in principe hebben ze ook niet de noodzaak om er wat mee te doen. Vertel me dan jouw ideaal is. Nou ja, ik heb aangegeven dat ik gewoon een nieuw contract wil tekenen. En dan ook gewoon een jaartje erbij. Dus 4 jaar vast en meer waardering financieel gezien. Ja, maar kijk, er is nu over gesproken en het gaat niet gebeuren. Dus dan vind ik dat jammer, maar ik ga gewoon weer door. De deur is definitief dicht? Hij staat niet op een kier of iets? Nee, hij staat niet op een kier. Maar qua waardering van de trainer krijg je het volgens mij wel. Want als ik naar de borst krijg, nummer 9. Ja, nee, dat is hartstikke mooi en dat heb ik ook altijd gezegd. Ik krijg een waardering van de supporters, van de trainer, van de medespelers. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Dus... Ik ben ook zeker niet teleurgesteld in de andere mensen.